komt. Harmen. Hoi. Nou, het was een snelle tocht. Nou, dat was te zien inderdaad. Het schijnt dat jullie hele mooie houtsnippers kunnen maken. Kun jij ons daar wat meer over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Loop maar even mee en dan laat ik zien hoe we dat doen. Goed. Ja? Ik zie echt verschrikkelijk veel houtsnippers. Waar komt dit spul vandaan? Nou, dat komt uit het bos. En goede houtchips, dat begint bij de bron. Dus het juiste hout wat we kunnen opwerken tot chips. En voor het Ennewood, dat schijnt een hele goede houtchip te zijn. Kun je dat van elk hout uit het bos maken? Of? Nee, je kunt niet van elke tak kun je chips maken. Je hebt echt hout nodig, takken, massief hout, vrij van blad en naalden. En die kunnen we echt opwerken tot Ennewood. Maar hoe selecteer je die dan in het bos? Heb je daar een bepaalde techniek voor? Wij werken met een Dutch Dragon chipper. Die kun je instellen op de juiste fractie. Dat is erg belangrijk voor de Ennewood. Dus die stellen we in voor de fractie. En dat is de juiste techniek. Ik zie hier de 7 installaties staan. Er komen 3 verschillende fracties uit. Wat is nou de juiste? Klopt. Nou, dit is de juiste fractie. Dit is het Ennewood. Het is afgezeefd. Nu een vochtigheidspercentage van 50%. En deze drogen we in Goa terug tot onder de 30%. Oké, en dat is dus waar Loet nu is? Dat klopt. Harmen, ik sta voor de droge installatie. Nou, ik heb hier het beeld van Loet staan. Ja. Zit hij hier goed? Nee, maar nog iets naar links. Ja, dat is onze drooginstallatie, die groene containers daar. Daar gebruiken we de restwarmte van de elektriciteitscentrale voor om te drogen. Ja, die ja. En door middel van die warme lucht drogen de chips. Oké, dankjewel. Loet, je mag terugkomen. Ik heb nog één vraag voor je. We hebben droge houtsnippers, maar hoe zit het met die levering? Nou, we leveren ze op 2 manieren. We kunnen het los gestort geleverd of we knijpen het in een bunkercontainer. Hartelijk dank, wij gaan verder. Oké dan, ook bedankt. Oké. Dankjewel. Dankjewel.